De grote overeenkomst die ik zie met wie ik was als klein meisje en nu ook als grote ondernemer, is dat ik altijd bezig was met hoe kunnen dingen beter, fijner, prettiger. Die noodzaak ontstond omdat in het gezin eigenlijk niet zo'n prettige sfeer heerste en ik wilde dat het wel fijn zou zijn. De reden dat het niet zo prettig was binnen het gezin was omdat mijn moeder psychisch niet stabiel was. En daardoor heerste er steeds een hele snijdende sfeer. Voelde ik me niet prettig. En ik voelde steeds dat ik het anders wilde, maar ik wist niet hoe. Als 8-jarig meisje merkte ik dat ik de gezinssituatie zo snijdend vond en niet fijn vond. En ik baalde er ongelooflijk van dat ik daar geen grip op had. En dat wilde ik echt anders. Uit die moeilijke situatie is mijn kracht geboren dat ik juist in staat ben om in hele moeilijke situaties de grip te krijgen om het anders te gaan doen. Als kind vond ik het heel erg lastig om te leven met een instabiele moeder. En wat het mij gebracht heeft is als volwassen persoon nu, als krachtige vrouw, haal ik continu het beste uit mezelf, maar ook uit anderen naar boven. Omdat ik weet dat het anders en beter kan. En die kracht die zet ik nu in mijn business. Ik ben Danielle Leuvering en ik help online ondernemers en professionals om meer grip te krijgen op hun business om sneller en krachtiger te groeien. Mijn grootste doorn in het oog is dat ondernemers ongelooflijk veel kansen laten liggen. Zichzelf heel erg klein houden, niet groots denken en te weinig grip hebben op de groei van hun business en te weinig kansen en mogelijkheden zien en grijpen. In mijn jeugd hield ik mezelf klein omdat ik gepest werd. Ik hoorde er niet bij. En ik hoefde dus ook niet direct naar voren te springen in de klas als ze vroegen of dat je met iets mee wilde gaan doen. Het idee destijds was eigenlijk, wat heb ik nou te geven? Of wat kan ik nou betekenen? Wie ben ik? Voor mij veranderde er iets toen ik zo'n 23 jaar was. Ik liep in de stad in Helmond naar huis en ik dacht op dat moment, ik wil het anders qua werk. Ik werkte nog in loondienst en ik wilde heel graag vanuit thuis werken, want als er ooit kinderen zouden komen, dan zou ik dat perfect willen combineren. En ik zag op dat moment niet hoe. Intuïtief voelde ik heel sterk dat ik mijn leven wilde creëren op mijn voorwaarden. Dus werk en gezin goed combineren en ook werken op mijn voorwaarden. Dus doen wat ik leuk vind, met wie ik wil werken. Eigenlijk alles daaromheen. Ik had geen ondernemende familie. Niemand in mijn omgeving was ondernemer. Niemand in mijn omgeving werkte vanuit thuis. Dus ik had eigenlijk geen idee waar ik moest beginnen. Wat ik voor me zag was toch een ambitieuze vrouw, moeder, die tegelijkertijd haar talenten volledig kan ontwikkelen, maar er ook tegelijkertijd voor haar kinderen kon zijn. En dat wilde ik heel graag combineren. Voor mij is het heel erg belangrijk om beide te combineren, dus ambitie en moederschap, omdat ik wil laten zien dat je veel meer in je hebt als dat er in eerste instantie vaak uitkomt. En die groei wordt vaak beperkt door andere mensen om je heen, terwijl je zelf in de regie bent hoe ver je dat gaat ontwikkelen. En ik wilde dat laten zien, hoe ver ik maximaal kon gaan, zonder belemmering van anderen omheen. Uiteindelijk was ik 26, net moeder van een dochter van 4 weken oud. En toen startte ik mijn eigen business. Binnen een half jaar had ik mijn eerste ton omzet. Ja, ik denk dat een van de redenen is waarom klanten zo graag klant bij mij werden, was vanwege mijn oprechtheid, eerlijkheid, dat ik mijn afspraken nakom. Maar vooral dat ik heel erg gefocust was op hun. Dus hoe kan ik hun op de allerbeste manier helpen? Eigenlijk als een A-player. En voor mij is een A-player iemand die continu het beste van het beste geeft. Dus echt de hoogste kwaliteit. Die gaat voor de hoogste kwaliteit voor de ander. En die dus ook het beste uit zichzelf daardoor naar boven wil halen. Voor mij is het heel erg belangrijk om hulp te geven aan anderen en om heel dienstbaar te zijn en te zorgen dat alles tot in de puntjes geregeld is, omdat ik eigenlijk daar ook weer de grip kreeg die ik toen vroeger niet had. Zodat ik ook kon laten zien van kijk, zo kan het ook. Je kunt dus wel de controle krijgen. Iets wat ik toen niet had vroeger, lukte dus wel in mijn business. Ik ben een echte ras-echte ondernemer. Ik heb inmiddels mijn 3e business gestart en met deze business ga ik echt het verschil maken.
Mijn business is er echt om ondernemers te laten zien hoe dat ze van klein naar groot kunnen groeien. Hoe dat ze het maximale uit zichzelf halen. Hoe dat ze veel groter kunnen worden dan dat ze überhaupt ooit hadden bedacht. Ik heb vrouwen geholpen om binnen een paar weken, soms een paar maanden, hun loondienstbaan op te zeggen en volledig zelfstandig ondernemer te zijn als kostwinner. Ik heb ondernemers geholpen die 2 jaar lang vastzaten, die niet vooruit kwamen in hun bedrijf, die nu als een speer vooruit schieten in hun groei. Ik help ondernemers om de strategieën te begrijpen en dat ook meteen te vertalen naar de praktijk. Dus zo leid ik virtueel assistenten op en online business experts op, die ondernemers ondersteunen om de strategie te vertalen naar de praktijk. En ik help online ondernemers om ook volledig alle facetten te begrijpen, zodat ze dat zelf kunnen implementeren of zodat ze ook door middel van samenwerken met online professionals dat ook samen neer kunnen gaan zetten. Ik wil ook dat ze het echt gaan doen. Wil je succesvol ondernemen, dan heb je bepaalde dingen nodig. En dat is een heel stevig fundament in je bedrijf. En ik zie dat dat heel vaak ontbreekt bij ondernemers. Wat ik zie is dat er heel vaak een goed plan ontbreekt om de juiste klanten aan te trekken in een continue stroom. En zodat ze continu klanten krijgen. Dat ze niet weten hoe dat ze een e-maillijst moeten opbouwen. Dat ze niet weten hoe dat ze op de juiste manier zichtbaar moeten zijn. Dat ze niet weten hoe dat ze alles financieel en juridisch moeten stroomlijnen. Dat ze niet weten hoe processen en systemen goed, ja, dat ze dat goed stroomlijnen, zodat het ook continu blijft draaien. Ook al zijn ze een keer niet aan het werk. Dat alles gewoon doorloopt. De oplossing die ik bied is om voor alle onderdelen in het bedrijf in te zoomen en een heel simpel plan te maken, zodat je vanuit daaruit kan gaan bouwen. Ik vertel dus over de wat en de hoe. En ik help ook ondernemers om daarbij de juiste teamleden te vinden, om het samen te gaan doen. Want ik geloof dat je samen sneller succesvol groeit. Wat mij anders maakt dan anderen is dat je bij heel veel business coaches bijvoorbeeld leert wat je moet doen. Of je leert bij andere ondernemers hoe je het moet doen. En bij mij leer je de combinatie tussen wat je moet doen en hoe en ook met wie. En ik heb de afgelopen jaren heel veel trainingen gevolgd. Ik heb bijna 1 ton geïnvesteerd in mezelf. Ik heb overal stukjes geleerd. En voor mij waren dat allemaal losse flodders. Dus er was ook behoorlijk veel chaos in mijn hoofd. En nu heb ik dat allemaal samengevoegd in mijn bedrijf, waardoor ik op alle vlakken ondernemers help. Dus niet alleen een stuk over marketing. Nee, maar echt van A tot Z. Alle facetten leer je bij mij. En dat is echt uniek. Een andere businesscoach in mijn branche die zei, goh, stop niet te veel tijd en moeite in je lessen. Maak het zo simpel mogelijk, zodat het zo makkelijk mogelijk voor je is. En op dat moment dacht ik, nee, ik wil het anders. Ik wil het veel beter, veel anders. Iets wat er nog niet is, wil ik creëren. En wil ik alle krachten, alle kennis die ik heb verzameld de afgelopen jaren bundelen in 1 bedrijf. Eigenlijk is dat de rode draad in mijn leven. Als klein meisje in een chaotisch gezin wist ik dat het beter en anders kon. En nu als ondernemer zie ik ook in mijn branche, als ik kijk naar de gemiddelde business coaching, dat het ook beter en anders kan. En daarmee wil ik ook het verschil laten zien, dat het veel beter kan en anders. Ik vind het voor mijn klanten belangrijk dat ze werken op hun voorwaarden, dat ze het maximale uit zichzelf halen en dat ze het leven creëren wat ze willen en daar hun business omheen bouwen. Dus dat ze hun bedrijf om hun lifestyle heen bouwen in plaats van andersom. En dat zij hun volledige potentieel tot bloei laten komen. En dat ze ongelooflijk gelukkig zijn en heel veel energie krijgen van hun werk en daar vol passie in staan. Dat wens ik ze. Ben jij een ondernemer die met heel veel plezier een succesvol bedrijf op en uit wil bouwen? Vraag dan een gesprek aan met mijn team en dan gaan we kijken naar jouw groeipotentieel.